fluisteren. Oh. Ik heb hem gesneden. Kijk. Nou. Mislukt. Wat ben jij aan het doen? We wallen een beetje weg make-up. Voor de opnames. Voor jou. Hoi, ik ben ik. Zag het gewoon gebeuren. Wat heb je nou gedaan, Bram? Ik heb niet gedaan. Jij hebt alle wat heb je nou gedaan, Bram? Je hebt alle broodjes op de grond gegooid. Niet waar, ik laat nooit iets vallen. Dit ding komt uit de hel. Omdat het 3 pootjes heeft, zet je het altijd ergens niet goed of het blijft echt zo hangen of... Ik had een cadeautje gekregen. Lief Piemelparty lid, gefeliciteerd. Vandaag is het 5-jarige jubileum van de Piemelparty. Hopelijk kunnen we snel weer een echte worst op de barbecue gooien. XX Ferry Doedens. Het is wel leuk, onze vriendengroep de Piemelparty bestaat vandaag 5 jaar. Heel bijzonder wel. Heel wat overleefd kunnen we als vriendengroep wel zeggen. We hadden vandaag de barbecue gepland, maar dat mocht officieel nog steeds niet. Dus we hebben het verzet naar over een paar weken en dan kunnen we met z'n allen weer bij elkaar komen. Maar heel lief, ik denk dat, volgens mij komt het van Dook. Hopelijk tot snel. Ben jij lieve poes? Laten we dat zijn. Kijk, die blij? Wat gaan we vandaag doen? Goeie vraag, mooi weer. Zeg jij het maar. Hele dag op het terras zitten. Eerst maar eens koffie drinken. Hallo. Ik ga lekker koffie maken, maar de koffie van Wakuli was op. Dus ik heb nu Simon Leeveld gekocht bij de Albert Heijn. Ben benieuwd of dat een beetje te drinken is. Geef mij vol gas. Ga jij vandaag vloggen? What are you drinking? Simon Leeveld, Colombian Emerald, Mandarijn, Karamel, Ananas. Even de set schoonmaken. Oeh, dit kan je als overgang gebruiken. Ah! I bit my finger. Ik was afgelopen woensdag van Hilversum naar Amsterdam gefietst om mijn fiets te laten repareren in Amsterdam bij Van Moof. Daar heb ik uiteraard ook een video over gemaakt, linkje in de hoek. En toen leidde Google Maps mij in één keer over een heel klein paadje. Het was een fietspaadje. Ik heb het gedubbelcheckt bij Ankeveen, volgens mij. Ankeveens Plassen. Dacht ik, oh, dit is ook wel een leuk stukje om even te dronen. Dus ik deed mijn drone omhoog. In één keer zag ik dat het nog veel mooier was dan ik dacht. Met overal water en kleine eilandjes. Maar ik moest flink doorfietsen, want ik moest om 12 uur in Amsterdam zijn. Dus ik heb daar niet echt goed omheen kunnen kijken. Dus ik dacht, misschien is het vandaag, nu het mooi weer is, wel leuk om daar even heen te fietsen en een stukje te wandelen. Zijn wij over 80 jaar. Ja, dat weet ik ook, ja. Ik wist niet dat je zo langzaam kon fietsen op een elektrische fiets. Zullen ze kikkers horen? Ja. We zijn rechtdoor gefietst op een stuk waar we normaal gesproken altijd rechts het bos ingaan. We zijn weer op een heel nieuw plekje. Hier is allemaal moestuinen. Daar zijn allemaal ooievaars. Nu moet ik snel doorfietsen, want Jelle wordt een beetje zenuwachtig als ik hier in de weg ga staan. We fietsen nu weer het Bergse pad op. Een heel mooi smal paadje langs het water. En je mag hier fietsen op de voorwaarde dat je niet te hard fietst en elkaar groet. Dat ga ik nu even in de praktijk brengen. Goedendag. Het is wel een stukje drukker dan toen ik hier woensdag was.
Waarom moet hij naar de overkant? Ja, omdat hij daar... Flinken. Ja. Kou leren. Goeie daad gedaan. Ik heb gered. Het was een beetje druk, hè? Ja. Maar het was wel op zich een mooie route. Maar ja, iedereen is er vandaag op zijn elektrische fiets op uitgegaan. Maar we hebben een heel mooi rustig plekje. Aan het water. Semi-rustig. Semi aan het water. Wat gaan we hier doen? Zou zij zijn broodjes eten. Oh. Ik bedacht nog hoe moeilijk het is om een elektrische fiets te maken voor de doelgroep die op elektrische fietsen rijdt. Want er waren allemaal bejaarden die aan het struggelen waren met die... Die moesten dan midden op de weg in één keer stoppen of zo. Ik dacht, oh ja, bejaarden en techniek, niet de ideale combinatie. Echt knap dat het zo'n hype is. Jelle was echt de enige op een normale fiets, zo'n beetje. Ja. En mijn turboknop doet het weer, dus ik kan het dus... Bier en zo zei ze. Ja, la 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 la. Hebben we nog iets te bikken? Ja. Lekker. Ter info, Jelle heeft deze vlog geregisseerd. Mocht je afvragen waarom het allemaal een beetje anders dan anders is. Zo anders dan anders. Is dat negatief bedoeld? Dat moet ik nog in de montage ontdekken. Hapje. Lijkt me zo chill om een boot te hebben. Eigenlijk lijkt me nog chiller om vrienden te hebben die een boot hebben. Ik vind het dan toch bijzonder, je kan overal op dat hele meer gaan liggen met je boot. Maar dan gaan ze hier allemaal netjes op een rijtje naast elkaar, naast het strand liggen. Gezellig. Ik moet niet bij jou, hè? Nee. We zijn even van fiets geruild. Jelle zit nu op mijn Van Moof. En ik op mijn oude, vertrouwde Sparta, waarvan de ketting heel erg kraakt, hoor ik nu. Maar fietsen eigenlijk echt heerlijk. Echt een fijn fietsie. Je lest er vandoor. Was een pittig tochtje de berg op. Ik kon wel meevallen. Wat zullen we doen? Esma's drinken. Oh, lekker. Oh, er zat een klein rijtje. Er stond een hele lange rij bij Mout, dus toen gingen we naar Roef bij Hotel Gooiland, maar die zat tot 6 uur vol. Toen dachten we, nou dan zal het bij Mout ook wel heel druk zijn, maar er was gewoon plek. En nu gaan we Esma's drinken. En er heeft wel iemand heel vies zijn schoenen uitgedaan op het terras en zo die sokken zo half. Maar waarom zou je dat doen? Waar haal je het lef vandaan? Ja. Je bent niet de enige. Hey! Heb je lekker hier gechilled? Hij is ook wel lekker cool. We zijn ook nog even naar de Oldhof geweest. Favoriete winkel op aarde. Daar kan je echt, zonder dat je per se iets nodig hebt, kun je er honderden euro's uitgeven. Maar ik had er wel iets nodig. Ik had namelijk laatst rijst laten aanbranden in mijn kleine kookpannetje. En die hele pan was zwart. Ik heb een nieuwe mogen kopen. Ze hadden echt... De meest simpele kleine kookpannetjes gingen ook al echt tot 600 euro of zo. Deze gekocht van Inoxibar. Deze was 50 euro voor de pan, 10 euro voor de deksel. Mooi pannetje. Maar ja, toen was ik daar toch. Toen dacht ik, oh, ik heb eigenlijk ook wel wat nieuwe messen nodig, want die zijn allemaal heel bot geworden. En aan messen kun je daar bij Oldhof helemaal echt 10.000 euro's uitgeven als je wil. Maar dat ben ik eigenlijk niet waard. Ik ben niet iemand die dan ieder half jaar zijn messen gaat slijpen. En heel soms als ik lui ben en ze zijn heel vies, dan doe ik ze ook wel eens in de vaatwasser. Mag natuurlijk helemaal niet. Daarom koop ik altijd de redelijk betaalbare, maar prima messen van Oldhof zelf. Eigen merk, zeg maar, het huismerk. Klein office mesje, maar wel iets groter dan die ik heb volgens mij. €17,95. Loeischerp. Dan ga je... Vingertopjes. Ja, ik mag ook niet van die hele scherpe Japanse messen, want dan heb ik echt binnen een maand geen vingers meer. Deze ben ik ook heel blij mee. Een klein kartonmesje.
om lekker tomaatjes mee te snijden. Ik was eigenlijk niet van plan om die te komen, maar ze verstond mij verkeerd. Ik zei over deze, oh, dat is wel een lekker maatje. Hij zei, nee, tomaatjes kun je beter deze kopen. Ik zei, oké, is goed. Ook 17,95. Een lekker allround mesje voor groenten. Kan er ook wel een beetje zo mee hakken, dat is fijn. En deze was 49,95. En ook lekker poesjes mee snijden. En toen gingen we ook nog even naar de boekenwinkel. Eigenlijk omdat Jelle iets wilde kopen, maar toen was ik daar en toen... Ik werd helemaal enthousiast van zoveel leuke boeken en mooie omslagen en zo. Toen kocht ik deze, waar ik heel veel leuke dingen over heb gelezen. De geschiedenis van mijn seksualiteit van Sophie Lakmaker. Een essentieel werk, gedurfder geschreven dan Frenkie de Jong voetbalt. Zal wel voetballer zijn. Stond er ook nog een piemelsticker op, toen dacht ik ja, die moet ik hebben. En toen bleek dat het... Moet dat zo dichtbij? Toen bleek dat het ook nog boekenweek was en kreeg ik dit boekje van Hanna Barefoots erbij. Die vandaag 3 van de 5 sterren in de Volkskrant kreeg. Wat heb je gemaakt? Een trainbake met groene asperges, rode ui, feta, tomaten, olijven. En een Beyond sausage van de vegetarische slager. Nee, is het van de vegetarische slager? Nee, van Beyond Meat. Zo, wij gaan lekker eten en The Great British Bake Off kijken. Het seizoen dat nu door Max wordt uitgezonden. Dus wat vorig jaar in Engeland op tv was. Ik vind het toch, hoezeer ik André van Duin en Jannie en Robert ook waardeer, de Engelse versie heeft al net iets meer inhoud en meer grappen. Ik hoop dat je ook zo hebt genoten van het heerlijke zonnige weekend op het terras of in het gras of lekker thuis op de bank. Tot de volgende keer. Kijk maar even. Doei! Daar moeten koffie in.